Op donderdag 8 juni werd in Mil weer de rolstoelwandeling gehouden. Deze werd georganiseerd door Welzijn Ouderen Mil, De Zonnebloem en Zorggroep Pantijn. De rolstoelwandeling begon om 1 uur en vertrok vanuit het Aldendrielpark. Halverwege deze rolstoelwandeling was er een tussenstop bij De Nieuwenhof, waar men werd getrakteerd op heerlijke koffie en gebak. Er waren muzikale klanken van Dweilorkest Mooi Zat. De rolstoelwandeling ging na deze tussenstop via het bungalowpark en de wissel naar het eindpunt bij cultureel centrum Millesweert. Daar kon men onder het genot van een hapje en drankje luisteren en meezingen met het schipperskoor uit Beers.